Yo, kijkers van Online Games van Achter Crack. Terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. We gaan weer lekker verder waar we uit dat gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. We gaan even kijken hoe hoog dit is. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we nu eens even kijken hoe we dat gedaan hebben. Opdoen met een kleur natuurlijk. Ja. Dus die. Deze, ja. En dan moeten we deze hier hebben. Ik moet die onze uit ervan afhalen. Zo. Dan hebben we nu deze nodig. Ja, dan moet ik twee lichte blauw hebben. 1, 2. En dan de donkere. En langs. Dan moeten we hier. Moeten we normaal hout die daar. Hier donker en die daar. Als je goed is, zou het zo moeten kloppen. Oké, dan gaan we eens even naar onder lopen. Gaan we even kijken. Dan moeten er twee weg. Ja, die twee. Ja, even kijken. Deze die moeten weg. Zo. Dat is gedaan. Kijk. Dan heb ik nu twee lagen gedaan. Dan moeten we nu naar links werken. We hebben onze spullen, dus we zullen nu in principe gewoon erop kunnen plaatsen. Eens even kijken. We staan nu hier. 2 licht blauw. Dus 1, 2. Dan een donkere. Ja. Dan zijn we hier. Twee lichtblauwe. 1, 2. Nou, dan is goed, nog 3 duidelijk over, dat klopt. Goed. We zijn bij het laatste houtstuk. Donkere, 2 licht en dan weer 2 donkere. Ja, dat is gelukt. Dan moet ik ervoor zorgen. Dit wordt dus. Dan moet ik die daar. Dus. En zo op die licht moeten we zo'n donkere. Maar 3 lichten. 1, 2.
ja. Dan 3 op elkaar. Dus hier 1, 2, 3. En dat was het. Ik hou die daar. En die 1, 2, 3. Ja, dit was het dus. Dus dat is eigenlijk heel... Hoe kom ik nu... Dus ik kan... Ja, deze boom klimmen. Zo. We gaan eens even kijken hoe mooi dit is. Is dit wat? Nou, dat ziet er wel heel goed uit. Precies zo hoe het op het plaatje stond. Hij gaat dus eigenlijk via zo. En dan moeten we ervoor zorgen dat we nu... Al dit hier doen. Eens even kijken hoe... 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan zullen we eigenlijk zeggen... 1, 2, 3, 4, 5. Dus zo... Hier al gelijk zo'n pak moeten neerzetten. Dat is vanaf hier. Ja, weet je, ik vind het zo goed. En dan kijken we vanaf hier. Dus dat we vanaf hier het zeg maar doen. Of inderdaad, we doen vanaf hier. Dit zo en dan kijken we tot hoe ver. Dus vanuit die hoek. En dan doen we dit zo. Dus vanuit die hoek. Ja, goed. Nou, dan kijkt hij dan een beetje zo, maar goed. Had misschien iets meer naar die kant moeten zetten. Maar zo kan natuurlijk. Goed, dan gaan we al die stenen even kijken hoeveel dat ik er natuurlijk nog van heb. Ik heb uiteraard natuurlijk wat in mijn ovens gedaan. Dat zal al lang klaar zijn. Kijk. Dan gaan we die andere twee stacks ook erin plaatsen. Dan moeten wij. Kijk, we moeten eerst deze gaan maken. Wat een gedoe is dat daar. Goed. Dus één stack. Dat. Hoor er twee bijna. Bijna twee. Oké, nou. Dat genoeg is. Ik denk dat we al met één stek al voldoende hadden. Zodat ik die andere stek helemaal niet hoef te doen. Goed, zo, zo. Natuurlijk wel zo is dat ik er eigenlijk een beetje erg omheen wil gaan lopen. Eerlijk gezegd, of hoeft dat niet, die kant niet. Ah, als je gewoon hier zo, hier hoeft het niet. Nee, maar we gaan dit wel wat aanpassen. Beter. Ah, deze kant moet ook nog weg. Kijk.
Dan hebben we een beetje wat beter gemaakt. Er moet natuurlijk water erin. Gaan we dit ook helemaal dicht? Dat is wel het mooiste, hè? Als we dit ook helemaal dicht gaan maken. Ja, ik denk wel dat we dit hier dan allemaal uit gaan halen. Dat dan daar iets wat anders gaan maken. Ja, anders. We gaan dit even doen. Dan gaan we naar een ander soort stenen doen. De eerste raak doe ik wel gewoon heel even met dat gebijtje, want ik denk eerlijk gezegd dat het wel mogelijk is. Kijk, dit kunnen we zo laten staan. Dat is geen enkel probleem. Het is ook alweer donderdag vandaag. Wauw. Ja, dus het moet een beetje vaart maken, maar ik denk wel dat het mogelijk is dat we dit morgen af krijgen. Deur eruit. Deze kan het hoeven niet. Nou goed, wat is dus mijn bedoeling? Het is nu sowieso als zaak eerst. Een rand daar ze gaan doen, want daar zijn dus ook mee begonnen. Dat vind ik ook mooi als dit gewoon mooi zo wordt gedaan. En ik ga kijken of ik nog over heb. Of ik achter over. Gaan we daar nog iets kijk, dan hebben we dit en dan komt de rest. Komt dus water erin. Maar hier komt water erin, hè? Niet daar, maar hier. Dus dit moeten we nog volleggen met ander soort materiaal. We gaan even kijken wat handig is. Hout zou theoretisch kunnen. Maar dat vind ik niet zo mooi. Ik vind het mooier om het met steen te doen. Misschien met dit soort stenen. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Hoe het anders ziet. Waarom zit er geen tussen? Dat kan niet. Dit hoeft er niet in. Verkeerde kant. Kijk, nu is er wel eentje. Wolf, ik weet wat jij sowieso wat jij gaat zien, dus dan nemen we alvast voor voorzorg. Goed, nou als we dit doen, lijkt het een beetje op elkaar. Ja, dat ziet er wel mooi uit. Zo niet, dan pech gehad. Ik vind het mooi.
je eerlijk zeggen, er gaat genoeg stenen in. Dus ik weet niet of dat te redden valt. Ja, we hebben nog een stack. Maar kijk eens wel. Oh. Ja, ik hoop het dat we het gaan redden. Ik hoop het. Het zou niet de eerste keer zijn dat we tekort komen. Dat wij tekort gaan komen. Wat hebben we nog? 13. Komen we tekort, we komen tekort. Net te laat om hem uit te schakelen. Zonde. Goed. We gaan eens even kijken. We hebben er een paar meer nodig, dus niet al te veel. Ik denk dat hier achter is vast wel wat. Kijk, ik heb nog niet echt op deze berg. Wat stenen gehakt. Kijk, want ik zie daar ziet er een aantal. Ik zie daar nog. Dus en hier, laten we nog even een paar van deze meenemen. Laten we gewoon doorgaan totdat deze natuurlijk kapot gaat. Laten we dat dan maar doen. Dan is deze pickaxe ook weg. Hij gaat bijna. En nu gaat hij. Nou gaat hij dus. Goed. Kijk, waar wil je nog heen? Anders komt er niet uit. Goed. Kijk, 44 gaat er nu over. Gooi ik nou weg? Nee, ik zie toch gewoon wel. En vertoon, is het toch altijd goed vol? Nou, dat gaat helemaal goed komen, weet je. We doen even die stenen erin en dan gaan we de aflevering afsluiten. En dit ziet er heel mooi uit. Ja, een beetje, weet je, hier in de buurt. Dus dat ziet er mooi uit. Hier wil ik misschien ook nog wat gaan doen, maar wat, dat weet ik zo nog niet. Ze leven nog allebei, dus dat is mooi. Kijk. Kijk, dit is dan toch mooi. Dan hebben we dit net zo. Dit net anders wat steen, dat is ook wel heel mooi. We moeten trouwens ook nog stenen hier erbovenop zetten. Dat wil ik gewoon met copperstone doen. Dus wat moeten we doen? We moeten even gaan annuleren. Oh, dat gaat niet. Want het is al helemaal gesmolten. Nou goed, maakt niet uit. En hou dat gewoon als voorraadje. Ik ga het hier in ieder geval belaten. Hopelijk zijn jullie er morgen om 16:30 ook gewoon goed kijken. Nog even kijken. Bedankt voor liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!